de inschatting is dat Nederland met 400.000 tot 440.000 vluchten per jaar op Schiphol een internationale luchthaven behoudt met een netwerk van bestemmingen dat goed is voor Nederland en onze economie. Dat past bij de bedrijvigheid in ons land en bij de mensen die nu en dan naar het buitenland willen reizen. De eventuele opening van Lelystad Airport voor vakantievluchten kan bijdragen aan dat sterke netwerk van wereldwijde bestemmingen op Schiphol. Maar Lelystad Airport moet eerst natuurlijk een natuurvergunning hebben, een stikstofvergunning. En de laagvliegroutes moeten worden opgelost. Dat kost enige tijd en het kabinet zal daarom ook niet eerder dan in 2024 een besluit kunnen nemen over Lelystad Airport. Heel kort, één vraagje over Lelystad Airport. Dat staat nu nog weer 2 jaar leeg. Kunnen we daar in de tussentijd nog wat mee? Misschien de asielcrisis oplossen? Of... Het is een creatief idee. Lelystad Airport is een onderneming die ook zelf een directie heeft. Dus misschien moeten zij ook die vraag beantwoorden. Ik bereid me voor om zodra ik aan de voorwaarden heb voldaan en een oplossing heb voor die laagvliegroutes en de natuurvergunning, om dan in het kabinet een besluit te gaan nemen. Nog even Lelystad, want dat is eigenlijk ook een politiek probleem, toch? Ook al hebben we geen stikstof, dan kan het nog niet open binnen de coalitie. Nou, het is in die zin, het is vooral een probleem in de praktijk. De politieke praktijk ook, toch? Nee, want er zijn 2 dingen nodig voordat je überhaupt een besluit kunt nemen over de opening van Lelystad. Dat is aan de ene kant die natuurvergunning. Die vragen wij niet als overheid aan, die regelen wij niet als overheid. Dat zal Lelystad Airport zelf moeten doen. En de afspraak die al lang geleden gemaakt is om bij de herziening van het luchtruim nog goed te kijken naar de laagvliegroutes. Ja, daar zijn wij zelf als overheid voor verantwoordelijk. Alleen dat project om dat hele nieuwe luchtruim in te delen duurt ook nog even. Dus het is hier gewoon een kwestie van realisme. Er zijn 2 dingen nodig die tijd kosten en die pas in 2024 klaar kunnen zijn. En zodra die klaar zijn, kunnen we een besluit nemen. Okay. We eindigen hierbij het plenaire gedeelte. Dank.